Ik denk als je in de 94e minuut nog een doelpunt binnenkrijgt, dat je sowieso enorm ontgoocheld bent. Maar ik ben vooral ontgoocheld omdat mijn spelers dit niet verdienden. Als je telkens terugvecht naar het één doelpunt, je komt er bovenop. Ja, we vechten voor elkaar en dan is het zo zonde dat we hier zeker thuis ook nog een keer die overwinning aan onze neus laten voorbij gaan. Ja, ik denk dat we geen slechte match spelen. Het was redelijk gesloten, we geven niet veel weg. Dus dat moet altijd beloond worden. En als we dan zo laat een doelpunt tegenkrijgen, is dat zeer onthoochelend. De ene zijde van de medaille hebben we gekend in Atlético Madrid, waar we een fantastisch resultaat haalden, waar we misschien de 3 punten niet volledig verdienen. En nu leren ze de andere zijde van de medaille kennen. En dat is natuurlijk op het hoogste niveau voetbal. Dan duurt het tot de laatste minuut. Oké, we zijn misschien geklopt door ook een heel goed team, maar daarom is misschien de teleurstelling nog zo groot. Dat we tegen zo'n team misschien wel gelijk of misschien konden winnen. Maar wel een prachtig doelpunt van jou, man. Ja, het is mooi natuurlijk, maar uiteindelijk heb ik er niet zoveel aan. Persoonlijk is dat wel leuk, maar als ik het team daar niet mee kan helpen, is dat nog een keer zeer teleurstellend. Na Atlético heb ik de groep gevraagd om voetjes op de grond te houden. Ik denk dat nu mijn taak zal zijn om de jongens hun kop omhoog opnieuw te doen en op naar de volgende wedstrijd. Je hebt nog 2 weken tijd en dan terug naar Monaco, revanche. Voilà, we hebben ondertussen nog een aantal wedstrijden in de competitie ook. Dus daar kunnen we ons wel herstellen om voor de overwinning te gaan in Monaco.